Ik zat overigens weer boven politiefilms te kijken. Zit op 2 is een politieserie. Een goede Schotse serie. Daar zit ik te kijken, is afgelopen. En ik schakel naar 3 zaterdagavond. Daar is een Scandinavische film, Queen of Hearts. Een hele bekende hoofdrolspeelster, een Deense actrice. En ik zit te kijken. En die kreeg een relatie met de zoon van haar man. Een jongen van 16. En die 2 die belanden samen in bed. En zij pijpten hem, helemaal zichtbaar. Nee. Wat een goede serie. Nee, nee, maar dat had ik... Nou ga je dat toch ook al niet verbieden? Nee. Gaan we nou alles verbieden hier? Nee, ik heb hem al 3 dagen achter elkaar herhaald. Maar ik had dat in een kwaliteitsfilm nog nooit gezien. En dat een goede, erkende actrice zo ver gaat. Nou, het is wel extreem wat je nu vertelt. Ja, en dat het ook gewoon op de Nederlandse tv... Nee, maar ik denk van... En komt die klaar? Nee, dat heb je niet gezien. Nee, dat zeg ik niet. Dat is de teaser. We zaten hele goede film, dus ik kan hem aanraden. Natuurlijk een heel groot probleem in dat gezin. Dan, weet je wel, 2 gescheiden ouders met kinderen. Ik ga het maar uitleggen ook nog. Ja. Ja, best een groot probleem. Maar je gaat nu mensen die kant opsturen op zaterdagavond. Die gaan niet meer naar Ik hou van Holland kijken. Die zitten allemaal te kijken nu natuurlijk naar die vrouw straks. Queen of Hearts. Queen of Hearts.